van harte welkom heten op 8 maart, Internationale Vrouwendag. Mannen zijn welkom vandaag, maar vrouwen die zetten we extra in het zonnetje. Ja. We zijn nu bij Resto van Harte. Vanavond vieren we Internationale Vrouwendag. Met onder andere een salsa-workshop, we hebben henna-versieringen. We hebben Marokkaanse gastkoks die lekker eten, koken en een hele gezellige sfeer. We hebben voor jullie vandaag Marokkaans gekookt. Het is eigenlijk Vrouwendag, maar we hebben ook voor mannen gekookt. Het zou andersom zijn. We hebben heel hard gewerkt. Het is ja, hard gewerkt op 8 maart. Maar goed, we hebben Marokkaans soep, harira. Dat is als vooraf. En daarna hebben we een Marokkaans tagine met kip en verschillende soorten groenten. Wat vindt u vandaag van de Dag van Vrouwen? Ik denk dat je als vrouw heel veel voor elkaar kan betekenen. En vaak heb je aan één woord al genoeg. Ik denk vrouwen spreken toch dezelfde taal. Denk ik, hè? Je kent dezelfde emoties bij elkaar. En dat vind ik altijd dat vind ik heel mooi. Op sommige plekken staan vrouwen eigenlijk bijna niet in hun recht en hebben ze het heel erg moeilijk. In Nederland is dat in het algemeen wel ietsje beter georganiseerd. Er zijn ook nog wel een heleboel stappen te zetten, maar vanavond hebben we besloten om er een lekker feestelijke dag van te maken waarbij vrouwen extra in het zonnetje worden gezet. Ik vind het wel heel leuk georganiseerd, alleen voor vrouwen. Maar waarom maken de mannen dan mee? Dat weten jullie niet natuurlijk. Wilt u alleen de mannen, alleen vrouwen voor... Gewoon lekker met vriendinnen allemaal. Maar dat de mannen meegekomen zijn, vind ik ook niet erg. Wat vindt u van vandaag? En ik voel me heel erg op mijn gemak op Internationale Vrouwendag. Ik ben van leraar op de hogeschool. Ik geef het maatschappelijke participatie. Nou, dit is een prachtig voorbeeld, hè? Hoe je aan tafel kunt zitten met allemaal nationaliteiten. En dat je contact maakt met elkaar. Ja, mooier kan het niet. Het is ons om alleen één dag per jaar, op 8 maart, iets te doen voor vrouwen. Dat moet je eigenlijk altijd doen, vanuit jezelf. Dag van Vrouwen betekent niet echt iets speciaals voor mij. Maar dat ze het hier zo nadrukkelijk zeggen, vind ik heel erg leuk. Dat ze zo zeggen van nou, dit is de dag voor vrouwen en mannen mogen wel meeliften, maar het gaat grotendeels om de vrouwen. Dat vind ik wel heel erg leuk. Dan voel je wel een beetje speciaal. Ik had het helemaal vergeten dat het vanavond deze dag zou wezen. Maar ik vind het een hele leuke avond. Heel gezellig. Ik vind het leuk. Een hele knappe man naast me. Maar ik vind het ook leuk dat ik hem ontmoet en hem. Kunnen we eens even praten. En ik kan mooi woordjes Marokkaans leren. Hoe heet het ook weer, de wortels? Gizo. Gizo? Hoe? Gizo. 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 Vandaag, waarom doen de henna voor vrouwen? Ja, het is een nationale, nationale vrouwendag. Of nou nationaal. Het is een speciale vrouwendag die ze hebben ingepland. En mooi zijn, hè. Dus de henna, die hoort er ook echt bij. Dus mooi zijn. Ja, je komt hier binnen van wie ontmoet je? Weet je, maar het is heel laagdrempelig. Je hebt heel snel contact met mensen. En ik vind dat het ook makkelijk wordt gemaakt door de mensen die hier ontvangen. Hè, de mensen die koken, de mensen die bedienen. Ze zijn heel aardig, heel open. Je voelt je heel gauw op je gemak. Het is een soort verjaardagsfeestje.